Klein Ulsda is in rep en roer. Sinds een paar dagen liggen de bewoners te stuiteren in hun bed. Met de aanleg van twee drempels is de verkeersoverlast niet afgenomen, maar minstens verdubbeld. Hij is te laag. Want als je hier voor het eerst overrijdt, kijk, zoals je nu ziet, dan rijden ze mooi langzaam. Maar vanavond komen ze terug en oh, daar kan ik ook wel harder over. Dan gaan ze gewoon harder rijden. Nou, alles trilt als je s'avonds in huis zit. De tv die staat te schudden van de schilderijen die gaan trillen. De koffie en de kopjes, dat zie je gewoon de kringen erin. En op bed ook, s'nachts ook. Is niet leuk meer dit. Dit is echt niet meer leuk. En ook de buurman van Berendstuur is de verkeersellende beu. Hij kan zelfs zijn eigen oprit niet meer af. Wat hier gebeurd is, is dat er één vrij zware tractor, die heeft het blok gewoon 3,5 meter verplaatst voor een inrit zelfs. Moet er eerst een kind verongelukken of wat gaat er precies gebeuren? En dat blijft nog even onduidelijk, want de gemeente Bellingwedde zit een beetje met de weg in de maag. Er is namelijk geen geld. Als de overlast echt aanhoudt, wil de wethouder de gloednieuwe drempels weer verwijderen. Inmiddels is het omvergereden betonblok van buurman Omen weer op zijn plaats teruggezet.